Dit is De Kletspet, met elke week weer een nieuwe vraag over een actueel onderwerp. Nou, ik vind wat meneer Erdogan in wezen tentoonspreidt ten opzichte van de wereld, vind ik het abnormaal. Die meneer die gedraagt zich als iemand die... goed in 1940 of in die periode geleefd had kunnen zijn. Ja, als ik als politiek dus ga bekijken, dan vind ik toch wel een domme uitspraak van die Erdogan. Want ik dacht dat we hier toch volop voor de Turkse gemeenschap ook klaarstaan. Ik denk dat dat een betere respect zou zijn als je dat deed. Ik vind dat het niet kunnen dat hij dan zo kwaad wordt, hè? Erdogan bedoel ik, hè? Ik vind dat, ja, wij leven in een vrij land, hè? En ik vind dat het moet kunnen. Dat vind ik tenminste persoonlijk, hoor. Ja. Terecht. Ja. Geert Wilders, dat is niks als een ruzie maken. Vreselijk, vreselijk vind ik dat, ja. Ik heb het gehoord, ik heb het gezien. En het is... Ik snap ook niet dat dat van oorsprong bij de NAVO zou moeten komen. Daar is over gesproken. Maar het is een compleet ander land. En dat bewijst gewoon dat, ja, islam is ook een geloof, maar het is heel anders dan dat wij hier gewend zijn. Ik vind het heel goed gedaan wat Geert Wilders gedaan heeft. Want die mannen daar zo, die zijn ook niet allemaal even goed, om het zo maar te zeggen. Die kijken ook maar alleen vanuit hun eigen optiek naar zulke zaken. Ik vind het belachelijk. Ja. Hij mag zeggen wat je wil, vind ik, Wilders. Dus het is ons land, onze regels. Ja, vind ik wel. Nou, ja, ik snap het op zich wel. Je kan niet zomaar een andere, volgens mij president, een terrorist gaan noemen. Ja, ik vind het wel interessant dat zo iemand bezig is met dingen die spelen in een ander land en wat een ander daarvan vindt. En inderdaad, ik denk dat ik het wel eens ben met de politiek die zeggen dat het toch wel dicht komt bij onze vrijheid van meningsuiting. En maar wat er, ik denk dat er natuurlijk nog heel veel politieke spelletjes achter zitten waar wij niks van weten. Dus daar denk ik vooral, wat zit daar nog meer achter? Ja. Voordat we zeggen wat, ja, dat denk ik. Dus dat niet alleen maar vrijheid van meningsuiting, maar dat er veel meer achter zit. Dat het hier op wordt gegooid, maar dat natuurlijk niet is. Oh, dat heb ik gezien, ja. Ik bedoel, als hij dat wil doen. Het was een redelijk verre spotprint in mijn mening. Dus... Ja, ik vond het ook niet heel erg. De aangifte snap ik wel. En ik snap ook dat we in Nederland vrijheid van meningsuiting hebben. Ik vraag me af of dit nou het juiste moment voor de juiste uiting was van Geert Wilders. Zolang dat het geen uitwassen geeft en geen moorden en dat men dat predikt, dan zou ik zeggen, waarom niet? Nou, dat vind ik van niet. Vrijheid die moet blijven bij de mensen, ongeacht welke geloof dat ze ook hebben. Ingeperkt, vrijheid van godsdienst, hier in Nederland. Waarom? Waarom? Waarom dan? Moet ingeperkt worden het geloof? Waarom? Ingeperkt worden dat de moslim niet hun gang kunnen gaan. Maar ik bedoel wat het christelijk geloof, dat de mensen meer aan het geloof moeten doen. Dat vind ik. Hier in Nederland, hè? Ja, want velen die doen het niet meer aan het geloof. Ik ben zelf protestant en... ik ga nog naar de kerk en ik vind dat de Nederlanders meer aan het geloof moeten doen. Vind ik, hoor. Oh nee. Gewoon hetzelfde doortrekken. Nee, helemaal niet. Nee. Maar met de vrijheid van godsdienst moet het wel zo zijn dat de mensen elkaar toch kunnen spreken en dat erover gesproken kan worden onderling. Nee, hoor. Niet van toepassing. Nou, nee.
Ik vind van niet. Ja, ja. Nee, ik ook niet. Nee. Ja, nou, ik vind eigenlijk wel dat je gewoon mag geloven wat je wil. Ja, je mag gewoon zijn wie je bent en het maakt niet uit welk geloof dat is. Ja. Iedereen mag, heeft de vrijheid om de godsdienst, hoe zeg je dat, te volgen die hij wil en daarin zeker. Zeker zo. Nee. Nee. Ik vind het wel prima zo. Gewoon doen wat je wilt. Gewoon doen wat je wilt als je er geen andere mensen maar mee kwest. Dat is prima. Ja, ben ik het niet mee eens. Ik vind dat iedereen moet kunnen zeggen wat hij wilt, maar het is ook niet nodig om speciaal mensen te kwetsen. Want dat vind ik zonde. Want dan roep je erop tot agressie. Dus ja, waarom? Dan heeft het ook geen zin. Ik denk dat je daar behoorlijk ver in mag gaan als niemand geschaad wordt. En dat zal dan niet meevallen. De vrijheid van meningsuiting, dat versta ik onder dat je wel heel veel mag zeggen, maar niet te veel de mensen of zoals de hogere bazen en zo, dat je hun niet te veel mag. Hoe moet ik dat zeggen, hè? Ze zijn te vrij hier in Nederland, vind ik. Ik vind netjes gewoon. En niet ver, dus dat denk ik. Goh, dat is wel een hele moeilijke vraag hoor. Maar vrijheid van meningsuiting, dat is een heel groot goed. En wat dat betreft ben ik blij dat ik in Nederland woon. En je ziet wat de gevolgen zijn in Frankrijk, wat daar gebeurt vanwege dat andere geloof. En die mensen, die kunnen dat niet zetten. En dat is een heel moeilijk probleem. En om van die mensen af te komen, dat is ook weer heel moeilijk. Want ja, die zijn hier naartoe gekomen. Trouwens, die laatste van Nice, die was afgekeurd voor Frankrijk binnen te komen. Hè? En die heeft dat veroorzaakt. Ik heb toevallig vanochtend de stem gelezen. Als je maar binnen het rijtje, binnen de normen van de bevolking, praat en iets doet. Het is een vrij land, dus zover mogelijk, vind ik. Ja, dat is mijn mening. Je mag zeggen wat je vindt. Je mag zeggen wat je wil, maar... Ja, ook al als het te ver gaat, dan wel gewoon voor je houden. Maar geen gewoon, racistische dingen. Er zitten wel grenzen in, maar ik vind wel dat je gewoon je mening mag uiten. Ja. Je mening uiten zonder daar een ander te kwetsen. Ja, inderdaad. Staan voor hetgene waar je vindt dat je voor moet staan. En dat wel met respect naar anderen. Altijd, ja, zeker. Respect voor anderen blijven houden. Dan kan je veel... Dan mag je je mening geven. Ik vind dat je zo ver mag gaan tot het punt waar het andere mensen niet pijn doet. Ja, je mening mag je altijd uiten, maar het moet wel respectvol blijven. Ja, dat is een goede vraag. Dat is een heel lang antwoord misschien. Maar in principe zou ik zeggen, vrijheid van meningsuiting is super. Dus je moet kunnen zeggen wat je wil. Alleen ik vind ook dat je respect naar anderen moet hebben. Dus dat, ja, als je dat allebei tegelijk kan, dan doe je het goed. Ja. Ja, vind ik ook. Ja. Ja, ik vind dat ook.